Hi there, wat leuk dat je luistert naar deze aflevering van Quick and Easy Tips for Your Business English. Vandaag heb ik voor jou Work from Home Meet Online. Mijn naam is Anneke Drijver van Improve Your Business English en de auteur van het boek Master Your Business English: Communicate with Power in 7 Simple Steps. Ik help ondernemers en doelgerichte professionals van hun middelbare school Engels af, zodat ze ook internationaal met impact en vol zelfvertrouwen in het Engels kunnen communiceren. De kans is groot dat je sinds een aantal maanden meer of misschien wel helemaal thuis werkt. Voor het begin van het jaar was het niet meer dan normaal om op zakenreis te gaan of af en toe naar een andere stad, kantoor of zelfs land te reizen voor een vergadering of werkenoverleg met internationale collega's. Door de huidige omstandigheden is de kans echter groot dat het ontmoeten van zakenrelaties online gaat. Gelukkig gaat dit best eenvoudig via online videotools zoals Skype of een ander programma. Het houden van een virtuele meeting gaat echter anders dan een normale vergadering of werkoverleg. Natuurlijk gebruik je veel dezelfde skills zoals bepaalde Engelse gespreksvaardigheden, maar in praktijk zal de uitwerking hiervan toch net wat anders gaan. In deze podcast geef ik een aantal tips om een online Engelse meeting -on zo effectief mogelijk door te lopen. Here we go. Tip 1. Set some ground rules. Allereerst begin je met het vaststellen van een aantal regels die van toepassing zijn bij het houden van een online Engelse vergadering. Deze regels kunnen variëren. Het kan zo simpel zijn als: gebruik de microfoon van oordopjes of een koptelefoon om duidelijk verstaanbaar te zijn, tot zet je microfoon uit als je niet praat. Denk voor dat de vergadering begint goed na over welke ground rules belangrijk zijn. Deze kan je op de volgende manier introduceren. Before we start, I would like to introduce some ground rules for this meeting. I've set up some ground rules in order to make this online meeting as smooth as possible. I'd like to ask for your attention as I have a set of ground rules that I would like to discuss. Tip 2 Mind technical difficulties. Het houden van een online vergadering zal waarschijnlijk niet zonder gebreken gaan. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de internetconnectie van een deelnemer wegvalt terwijl deze persoon midden in een argument zit of dat het achtergrondgeluid van iemand storing veroorzaakt. Zulke gebreken zijn erg vervelend, maar het is nog vervelender om een vergadering te moeten onderbreken om zulke soort mankementen aan te geven. Zorg ervoor dat jij in ieder geval een aantal Engelse zinnen gereed hebt om in te spelen op deze situaties. Luister maar eens naar de volgende voorbeeldzinnen. Eve, I can't seem to hear that well. Could you try to speak up a bit? It seems to be the case that Mark's internet connection is lost. Let's wait a few minutes to see if he can find his way back. Otherwise, we'll continue without him. I notice quite a lot of background noise. Mabel, could you close your window? I expect that will lower the traffic noise. The sound seems to lack the video. Does anyone else have this problem, or am I the only one? Before we start, could everybody say something to test if we can all hear each other? Tip 3. Speak in turns. Tijdens normale vergaderingen kan het erg lastig zijn om iemand te onderbreken of een argument toe te voegen aan het gesprek. Bij een online meeting is het nog moeilijker omdat je de deelnemers van de vergadering minder duidelijk kunt zien. Het is hierdoor bijvoorbeeld lastiger om in te schatten of iemand van plan is iets te zeggen of niet. Gelukkig zijn er online ook mogelijkheden die offline niet mogelijk zijn. Zo kun je bijvoorbeeld van tevoren afspreken dat wanneer iemand iets wil zeggen, deze persoon dit aangeeft in de online chat. Een effectieve manier om dit te doen is aan de hand van cijfers. Na het introduceren van het onderwerp kunnen de gespreksdeelnemers in de chat oplopend cijfers sturen wanneer ze iets willen zeggen, waardoor er een duidelijke gespreksstructuur komt. Luister maar eens naar het volgende voorbeeld. Mark, Heather, Pete en Louise zitten in een videobelgesprek om een online werkvergadering te houden. Hun baas John heeft zojuist het eerste onderwerp van de vergadering geïntroduceerd. Heather en Pete hebben een argument wat zij graag in willen brengen. Heather typt het cijfer 1 in de chat van het gesprek. Speech chat vervolgens het cijfer 2. Gespreksleider John controleert de chat en ziet dat Heather het cijfer 1 heeft gereageerd, waarna hij Heather vertelt dat zij haar argument mag inbrengen. Vervolgens is Speech aan de beurt. Tijdens Speech argument bedenkt Louise een tegenargument. Ze reageert daarom met een 3 in de chat en wacht haar beurt af. Het bovenstaand voorbeeld kan wellicht enigszins kinderlijk klinken, maar het brengt een duidelijke structuur aan bij een online vergadering. Speaking in turns geeft je tevens de mogelijkheid om rustig na te denken over hoe je jouw argument in je beste Engels kunt overbrengen. Tip 4. Online advantages. Tip 3 gaf al een duidelijk voorbeeld van het feit dat online vergaderingen ook voordelen met zich mee kunnen brengen. De aanwezigheid van zowel een gesprek als een chatfunctie is bijvoorbeeld erg handig en kan bijdragen aan een effectieve vergadering. Maar er zijn nog veel meer voordelen te bedenken aan een online Engelse vergadering. Heb je bijvoorbeeld moeite met het bijhouden van het moeilijke Engelse taalgebruik van die ene collega uit de Verenigde Staten? Houd er een online woordenboek naast en zoek de betekenis van woorden die je niet kent binnen een mum van tijd op. Daarnaast hebben veel online vergadertools de mogelijkheid om een status te updaten. Zo verschijnt er bijvoorbeeld een vraagteken of een uitroepteken naast iemands naam. Wanneer daarvoor gekozen wordt. Dit is een makkelijke en gestructureerde manier van aangeven dat iemand een vraag geeft of graag iets wil zeggen, zonder dat hij of zij daarvoor iemand anders moet onderbreken. Tip 5. Seek some structure. Zoals je ook kan concluderen uit tip 3, is het bij online vergaderen erg belangrijk om structuur te houden aan een Engelse online vergadering. Dit kan natuurlijk op allerlei verschillende manieren. Als chairperson is het voornamelijk belangrijk dat je duidelijk bent. Maak bijvoorbeeld een PowerPoint-presentatie met de verschillende vergaderpunten en zorg dat iedereen deze voor zich heeft bij de vergadering. Structuur is niet alleen fijn, maar het vergroot ook de rust in een Engelse online vergadering. Hierdoor is de kans groot dat jij en de andere deelnemers meer ruimte hebben om op een duidelijke en effectieve manier te vergaderen. Gebruik deze tips om extra structuur toe te voegen aan de vergadering en wees niet bang om een leidinggevende rol op je te nemen om de structuur te waarborgen. Good luck! Als je deze aflevering hebt geluisterd, zou ik het enorm op prijs stellen als je een review voor ons zou willen achterlaten op SoundCloud of iTunes. Dit helpt anderen weer om onze podcast te vinden en daarmee hun Engels te verbeteren. Ben je op zoek naar meer manieren om jouw zakelijk Engels te verbeteren? Bezoek dan onze website www.improveyourbusinessenglish.nl. See you next time met quick and easy tips for your Business English.